In dit filmpje laten wij je zien hoe een zonde wordt ingebracht. Elke handeling leggen we stap voor stap uit. Heb je tussendoor vragen? Stel ze gerust. Dit is de zonde. Een dunne, zachte, holle draad. De zonde kan jou bijvoorbeeld helpen als het innemen van medicijnen moeilijk gaat. Er kan ook vloeibaar eten door de zonde gaan. Aan het uiteinde van de zonde zit een dopje. Deze wordt opengemaakt als er iets in de zonde wordt gedaan. Als de zonde niet wordt gebruikt, wordt het dopje dichtgedraaid. Bij deze afbeelding zie je de binnenkant van je lichaam. Hier laten we je zien dat de zonde via je neus, je keel, je slokdarm naar je maag gaat. De zonde wordt door de verpleegkundige ingebracht, in de behandelkamer. Dit is hoe één van onze behandelkamers eruit ziet. Kijk maar even rond. Wat zie je allemaal? Je kunt het beste zitten bij het inbrengen van de zonde. Een goede houding is als je een beetje achterover leunt. Dit kan op de behandeltafel met een van je ouders ernaast. Of bijvoorbeeld bij een van je ouders op schoot, als je dat fijner vindt. Op je wang wordt alvast een pleister geplakt. Hoe ver de zonde precies moet worden ingebracht, hangt af van jouw lengte. De verpleegkundige tekent dit van tevoren op de zonde af. Hier zie je dat de verpleegkundige de zonde een beetje nat en warm maakt. Dit maakt de zonde wat zachter en gladder. Zo glijdt de zonde gemakkelijker naar binnen. De verpleegkundige brengt de zonde in via je neus. Iedereen ervaart het weer een beetje anders. Misschien kan jij straks vertellen hoe het voor jou was. Je zal merken dat de zonde makkelijker naar binnen glijdt als je vaak slikt. Een handige truc is dat je kleine slokjes water of limonade neemt. De verpleegkundige vertelt jou wanneer je een slokje water kan nemen. Met de medisch-pedagogisch zorgverlener kan je van tevoren een plan maken over wat jou nog meer kan helpen tijdens het inbrengen van de zonde. Denk bijvoorbeeld aan iets leuks of houd iemands hand vast. De zonde is nu ingebracht. Kijk maar! De verpleegkundige plakt de zonde vast over de pleister die al op je wang zit. Zo weten we zeker dat de zonde goed op zijn plek blijft zitten, zolang dat nodig is. Voor de zekerheid haalt de verpleegkundige met een spuitje nog wat maagsap uit je maag omhoog. Dan weten we dat de zonde echt goed zit. De verpleegkundige kan de zonde vastplakken achter op je kleding of in een zondezakje doen. Dit zorgt ervoor dat de zonde niet in de weg zit tijdens de activiteiten die je doet. Door de zonde kan er zondevoeding gegeven worden. Het zakje met vloeibaar eten wordt dan aangesloten op jouw zonde. Als je medicijnen gebruikt en je kunt deze niet goed doorslikken, dan kunnen de medicijnen ook via de zonde worden gegeven. Dat wordt gedaan via een spuitje dat op de zonde wordt gedraaid.